30 landen hebben op de VN-klimaatop in Azerbeidzaan, die nu zijn tweede week ingaat, toegezegd om de wereldwijde capaciteit aan kernenergie tegen 2050 te verdrievoudigen. En dat is goed nieuws, ook voor bedrijven die bezig zijn met kernenergie. Bijvoorbeeld de Nederlandse start-up Torizon. Zij zijn bezig met het opwekken van energie uit kernafval met een zogeheten gesmolten zoutreactor en de ambitie is om over een jaar of nou vijf, zes zoiets te beginnen met de bouw van de eerste reactor in de EU. Gaan we dan praten met de CEO van Horizon, Kiki Lowers, is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. In de studio. Um, u moet het. Ja, we hebben niet heel veel tijd, dus we moeten het toch even uitleggen. Een gesmolten zoutreactor in vier of vijf zinnen. Ja. Um, in een uh, traditionele kernreactor wordt eigenlijk energie opgewekt met brandstofstaven en water als en in een gesmolten zoutreactor is eigenlijk het gesmolten zout met nucleaire ingrediënten. Zowel de brandstof als het koelmiddel. Okay. En daar komt ook afval in. Hè? U gebruikt kernafval, wat uit die gewone reguliere energiecentrale kwam, om dat weer op te werken. En dat kun je weer verbranden en dat kun je gebruiken als energielevels. Klopt, ja, dat is het aantrekkelijke ja. van zo'n gesmolten zoutreactor. Dat we juist ja, dat bestaande afval, want daar zit nog heel veel energie in, kunnen gebruiken als ja. bron van energie. Wat ja. er dan uitkomt en overblijft, is naast energie nul uitstoot. Heb je dan niks meer over aan afval? Ja, je houdt iets van straling over, dat is kortlevend afval. Maar wat wij doen is echt een netto reductie van het volume en de levensduur van, uh, van kernafval. Ja. Oké. Okay. En dan naar uh, Baku, naar de COP29. Uh, ziet u dat als een ja, flinke aansporing voor uh, uw onderneming, maar ook andere ondernemingen in de sector, dat we ja, toch echt wel die kant op gaan? Want er blijft ook altijd een kritiek op uh, kernenergie, uiteraard. Ja, en je ziet in de breedte dat het moment, uh, toene momentum toeneemt. Dus uh, we zagen inderdaad in de top 31 landen die die declaratie uh, ondertekend hebben. Uh, interessant om te zien, veel Europese landen, uiteraard Amerika, Canada, maar ook uh, in Azië bijvoorbeeld Japan. Uh, die uh, bij die groep uh, actief is. En het volgt eigenlijk op een aantal eerdere toezeggingen. Dus je zag ook uh, in, vlak na de zomer veertien banken in de US die hun steun uitspraken mm -hmm. om nucleair te financieren. En dan uiteraard ook in Europa het vormen van die Europese Alliantie voor SMR's. En dan zie je eigenlijk dat de focus verlegd wordt van in het begin alleen levensduurverlenging mm -hmm. naar ook nieuwbouw om bij te dragen aan de energietransitie. Ja, die SMR's, dat zijn die small modular reactors. We hebben het er vrijdag nog over gehad. Dat, dat is uw centrale ook uiteindelijk. Ook Klopt, een SMR. Ja, ja, ook een kleine centrale. Ja. Ja. En ook, uh, ja, u krijgt ook internationaal waardering, bijvoorbeeld uh, uit Brussel van de, uh, van de Europese Commissie. En bijvoorbeeld ook een uh, kleine investering uit Frankrijk. Maar het zegt wel iets dat er, er, er speelt iets op dit gebied. Er zeker momentum. Er is zeker veel momentum, mm -hmm. ja. En, uh, en die Europese Alliantie, um, daar werden nu negen uh, SMR-ontwerpen voor geselecteerd. Ja. Om eigenlijk uit te rollen in Europa in de jaren uh, 30. Uh, ja, en we zijn heel trots dat wij een van. Van die bedrijven mogen zijn ja. uit die selecte groep? Nu dus horen wij ook berichten uit China, waar ze bezig zijn met, met kernfusie. Heel erg uh, sterk zelfs. Ze hebben daar in 2,5 jaar hebben ze een tokamok neergezet. Dat is zo'n speciale kamer waar je kernfusie kan laten plaatsvinden. Waar je Plasma maakt van het, van, het, van het kernmateriaal. waarbij je 4 miljoen meer energie krijgt. uit een, uit een klompje kernafval. Of, kern, <totstukken> bij een kernfusie dan uit de gewone gebruikelijke dingen. Vier keer meer dan bij gewone nucleaire energieopwekking. Zij zeggen. in 2035 hebben wij dat af. dan gaan we dat aan het grid koppelen. Wij zijn hier bezig met die SMR's. Stel dat de Chinezen dat kunnen. wat dan? ja uh, je ziet eigenlijk die vraag naar SMRs is enorm hè? dus je moet je ja. voorstellen die fusiecentrales dat zijn grotere centrales dus die kunnen niet zo makkelijk lokaal toegepast worden dus daar zit hem echt het voordeel van SMRs ja. en ook als je kijkt naar de, uh, de readiness van die technologie mm -hmm. dan heeft fusie echt uitdagingen die nog tien 10, honderd keer zo groot zijn ja. als de centrales die, die wij nu op dit moment uh, in Europa ontwikkelen ja. waarin ook in China en in de US enorm veel geïnvesteerd wordt dus we no. kunnen daarin niet achter Blijven. Als we daar kijken naar het investeringsniveau, gaat 1 tot 1,5 miljard dollar van de staat naartoe om dat onderzoek te faciliteren. Klopt. Wat krijgt u? Ja, dat is op dit moment nog beperkt. Hè. Je ziet dat uh, nucleaire innovatie van veel van de bestaande middelen vandaag de dag uitgesloten is. En we zien ja. nu in Europa de eerste kantelpunten. Dus ook vorige week werd eigenlijk uh, in de EIC Accelerator expliciet genoemd dat nucleair daar onderdeel van mag ja, zijn. Ja, precies. Ja. He, he, de weg ligt open. Maar gaan we dan ook naar anderhalf miljard? <laughs> nou goed, dat zou natuurlijk fantastisch zijn moest dat ook in Europa beschikbaar ja. worden. Ja. U moet het nu doen met 12,5 miljoen, geloof ik, hè? Ja, op, op dit heen. moment 12,5 miljoen financiering van de investeerders en 10 ja. miljoen subsidie uit Frankrijk. Ja. En kunt u dan dus ook opboksen tegen ja, bedrijven als, als Rolls-Royce die bezig zijn met die SMR's? Ja, daar komt dan Thorizon uit Nederland. Kunt u daar tegenop, tegen, tegen de reuzen in de sector? Ja, qua technologie denk ik echt dat we iets onderscheidend hebben. Uh, <laughs> en ik denk ook als je kijkt naar Nederland, ja, daar liggen kansen om mee te doen. Want ja, als je echt iets wil doen in die nucleaire supply chain, ja, dan bieden wij daar echt een kans toe. En ja, met buitenlandse technologie is dat toch lastiger. Uh, Oké, okay zes jaar dus de schop in de grond. Wanneer is het, draait de eerste dan wat u betreft? Ja, we streven naar 2032 en dat is gezien de huidige regelgeving ambitieus. Heel snel. Ja. Dank voor uw toelichting. Dank wel. Is van de, is CEO van Verizon. Dank. We gaan naar onze collega Joe van Buurik. Ja, voordat ik je nog even vertel dat uh, mocht je meer willen weten over de toekomst van kernenergie. Dan moet je luisteren naar Spleitstof. Dat is de BNR podcast die uh, ja, de toekomst van kernenergie um, <kijnt> verkent. Ben je voor of tegenstander? Of weet je het eigenlijk nog niet? Luister naar Splijtstof in de BNR-app. En dan uh, ben je helemaal op de hoogte.